Liefde is blind, dus ze lopen mij altijd voorbij. Mijn buurvrouw is een beetje te oud, dus ja, sorry buurvrouw. Mooie blauwe ogen. Slank, lief, betrouwbaar. Beetje lachen met elkaar, dat is het beste wat er is. Dat is ook een goed medicijn. Deze 39-jarige GGZ-verpleegkundige uit Gorredijk is nu een jaartje single. Ik heb in mijn hoofd een heel romantisch beeld van een man. Ja, oh. Dat als je bijvoorbeeld ergens staat, dat je ineens vastgepakt wordt. Dat lijkt me nou zo heerlijk. Je kan wel ontzettend knap zijn, maar als je dan niet die twinkeling in je ogen hebt, ja, dan denk ik, ja. Spannend. Hallo. Hi. Wie is dit? Jelly. Hallo, hoi. Pieter. Ja, ik heb ook wat voor je meegenomen. Nou, dankjewel. Ik heb nog taart. Waarom een foto van jezelf erop? Ja, waarom een foto van me? Ja. Ja. Wat vind je het lekkerste van mij? Hè? Ja. Wat vind je nou het lekkerste van mij als je mij nou aankijkt? Nou, dat is ook wat nice. Nou, hoe smaakt die? Ja, lekker. Alsjeblieft. Nou, hoop dat ik ook zo smaak. Ja, liever niet. Maar, ja. Toetje? Wil je nog een toetje hebben? Of wil jij mijn toetje zijn? Flauw. Nou, hè? Hoe zit mijn haar? Ja? Hoe zie ik eruit vandaag? Ja. Niet als een kangaroo. Een kangaroo? Ja. Nee. Wil jij in mijn buidel zitten? Nee. Nee. Ik kijk je echt diep in de ogen. Potverdikke, joh. We hebben wel veel mensen. Hmm. Ja. Ja? Ja. Vind je niet? Hmm. Ja, even een dikke, vette knipoog naar jou, ja. Nee, ik vind wel dat we gezellige gesprekken hebben. Ja. Lieve Jelly, ik zit op een speciale plek op je te wachten. PS, ik wacht op je. Nou, gevonden. Ja, ik word er zelf godverdorie emotioneel van. Nou, ik vind het heel mooi. Wat zeg jij van een... Hoe zie jij een man voor je? Hoe zie jij de ideale man voor je? Waar moet je ideale man aan voldoen? Ja, nou ja, dat... Ja, het heeft toch ook met gevoel te maken? Ja, dat... Ja, ik kan nog niet zeggen dat ik van je hou. Dat ken ik nog niet. Ik vind je wel lief. Dat is heel wat anders dan houden van. Ja. Hoe vond je het? Ja, ik vond het wel gezellig. Ja, het was wel gezellig en... Ik mis een beetje spontaniteit van jou. Mm. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat. Echt. Ja? Ja. Ja, nee, ik wil niet verlengen. Ja. En ik vind je echt een ontzettend lieve, aardige man. Ja. Dus wil je een foto van me meenemen? Ja, dat je toch een herinnering van me over hebt. Nee, hoeft niet. Ik doe er niet zoveel mee. Nee, maar jij hebt wel een herinnering, dus dan denk je wel... Ja. Nee, ja, ik zou het wel doen, maar dat is mijn mening. Ja, dat is jou, ja. En rustig, ja? Ja, ook. Helaas hebben we Jelly nog niet zien hoela hoepen. Pieter heeft veel te geven, maar gaf nu alles in 24 uur. En dat is te veel. Spannend.